Welkom bij een nieuwe piepshow. En we gaan treurig beginnen, Boris. We gaan treurig beginnen. Oh, nee. We gaan het over het E3 hebben. Afgelopen week kwam de ESA, de Electronic, met een S, Electronic. Software Association. Dat is hem. Dat zijn de organisatoren van de E3. Die kwamen met een persmededeling naar buiten dat de E3 offline niet door zou gaan vanwege de pandemie en Omicron. Met andere woorden, gewoon het echte evenement gaat niet door. Nee, het echte evenement gaat niet door. En dat kwam eigenlijk vanuit het niets. En het is juni, juli, dus het is best nog wel ver weg. En niemand weet nog wat er met Omicron gaat gebeuren. Eigenlijk het lijkt er wel een beetje de goede kant op te gaan. Dus waarom in hemelsnaam nu al afdingen? Want er kwam namelijk al vrij snel een aantal mensen, en die heb ik ook even een tweet laten zien. Deze meneer die dit getweet heeft, Futterish heet hij, Mike Futter. Dat is een business analyst. Dat zijn mensen die dus dag en nacht bezig zijn met alleen maar hieroverheen. En die zegt, jongens, dit is een spin. Want al een aantal maanden geleden kon je zien dat er geen offline evenement zou komen, want ze hadden hun naam niet ingevuld bij de LACC Center. Dus ze hebben Omicron eigenlijk Los Angeles Convention Center. Ja, ze hebben eigenlijk Omicron nu aangegrepen om het offline gedeelte te cancelen met een bepaalde reden die misschien wat plausibeler is dan, namelijk de reden wij hebben het idee dat helemaal niemand meer bij ons wil komen. Dus ja, je verwacht het niet, hè? Nee. Je verwacht het niet dat ze Omicron zouden misbruiken om dit. Nee, maar even serieus, man. Ik bedoel, dit zit er. Je hebt het al jaren over. Ja, nee, precies. D3 is op sterven na dood. Mm-hmm. Afgelopen jaar de online persconferentie was. Ik bedoel, sommige uitgevers deden hun best, hebben er iets van gemaakt. Mm-hmm. Weet je, Ubisoft ook altijd een mooie show. Weet je, ik bedoel, het was niet dat het niks was. Maar de E3 zelf was vreselijk. Dat hele idee, dat hele online platform wat ze wilden bouwen, dat is voor geen meter van de grond gekomen. Nee. De persconferenties die zij dan zelf deden, of eigenlijk de soort van content die zij dan produceerden op een soort E3 platform was. Nou, het was het slechtste van het slechtste. Ja, die portal was toch helemaal nergens. Het was echt vreselijk. Dus wat dat betreft zie je gewoon van, zij zijn er niet in geslaagd om online zichzelf opnieuw uit te vinden. Nee. Offline was het al dood. Ja. We zagen al steeds minder uitgevers daar. We zagen EA, die ging naar zijn eigen plek. Sony naar zijn eigen plek. Microsoft naar zijn eigen plek. Iedereen deed dat. Dus niemand wilde meer fysiek op die beurs zijn. Het enige wat ze nog wel wilden was in die week iets doen in Los Angeles. En dat is nu klaar. Ik bedoel, er zijn zo ontzettend veel redenen waarom zo'n beurs niet meer werkt. Het is eigenlijk, ik bedoel, het is eigenlijk pijnlijk dat ze niet gewoon één keer de stekker eruit trekken, maar dat ze het zo laten dooretteren. Het opvallende was dat ze het dus het offline gedeelte cancelden, zonder daarbij te zeggen dat het online gedeelte door zou gaan. Daar kwam veel kritiek op van, zeg nou gewoon wat er gaat gebeuren. En het antwoord daar gisteravond was, binnenkort komen we daar met mededelingen over. We zitten vol met ideeën. En ik onderschrijf helemaal vanuit, kijk, ze kunnen wel ideeën hebben, maar zij zijn natuurlijk al, en wij hebben zelf ook beurzen georganiseerd. Je bent al eigenlijk, op het moment dat jouw beurs afgelopen is, ben je al bezig met de organisatie van de volgende. En vandaar dat die tweet ook klopt. Dat zij eigenlijk al vorig jaar hebben moeten aangeven bij de LA Convention Center. Exact. Wij willen onze optie op die ruimte, op die datum, niet verzilveren. Nee, zeker. Anders moet je betalen namelijk. Ja. En dat is natuurlijk of het is gewoon weg. De data zijn weg. Nee, als je betaalt heb je hem. Ja, nee, okay, maar die LA Convention, wat we zien bij die Convention Center, dat zie je in Nederland ook. Dat is gewoon van, ja, leuk dat je het risico wil lopen of er wel of niet zoiets mogelijk is. Ja. Maar je gaat gewoon betalen. Absoluut. Dus die werken niet mee. Zo'n Convention Center is gewoon duur. Dat weten wij ook weer uit eigen ervaring. Als we het kijken bij ons naar de jaarbeurs of de RAI. Dat kost gewoon heel veel geld. En dat geld dat moet je terughalen. Dat moet je terughalen met standverkoop. Want kaartverkoop, dat was inmiddels wel een onderdeel. Maar het gaat bij hun echt om standverkoop. En ik denk dat zij gewoon in hebben gezien. Dat heel veel bedrijven en publishers eigenlijk niet zoveel trek hadden. En of dat nou met de pandemie te maken had, of gewoon eigenlijk het feit, veel belangrijker vind ik, want ik wil het niet zoveel over die pandemie hebben, maar vooral het feit over, is het nog wel interessant voor een gamebedrijf? Want ik ga nu de discussie wat breder trekken, om nog op een offline game evenement
te gaan staan. Hè, wij zijn natuurlijk zelf er ook een beetje mee gestopt. Niet dat we het niet leuk vonden om te doen, want we vonden het hartstikke leuk om te doen. Maar je zag gewoon dat publishers steeds minder budget kregen. En dat over meerdere evenementen moeten verspreiden. Meerdere evenementen. En eigenlijk zeiden van, we willen twee dingen doen. Of we gaan, en eigenlijk is dat wel een beetje parallel ook aan media. We gaan het gewoon via streams doen. Onze eigen kanalen, weet je. Dat gaat hartstikke goed. Of we gaan het heel klein doen. En dat is dan meer mijn eigen kleine evenementje. Misschien een pop-up store. Of helemaal mezelf, zodat iedereen die daar komt ook voor mij is. Maar laten we eerlijk wezen. Als de grote jongens kunnen een livestream produceren en daar miljoenen kijkers op halen. Ik bedoel, kijk hoe door en door goedkoop de Nintendo Directs worden geproduceerd. Ja. Miljoenen views. Ja. Wat is dan de meerwaarde van een fysieke evenement? Die meerwaarde kan er wel zijn als je bijvoorbeeld het publiek wil laten spelen met je game. Zeker. Dat maar, is zeker. Maar zelfs dat tegenwoordig, als jij via Xbox Live of PlayStation Plus gewoon eventjes 2 weken lang je demo wil, dat kan. Ja. Dat gebeurt ook. Dus oké, daar heb je het ook niet meer voor nodig. Hardwarepartijen is een ander verhaal. Als jij een nieuw toetsenbord of je wil een toetsenbord verkopen, nou, dan maakt het sens dat je op een fysieke locatie mensen daarmee laat spelen. Maar daar zeggen nu ook steeds meer partijen voor. Dat kan ik ook namelijk doen gewoon bij de Mediamarkt of bij de Coolblue Shop. Weet je, dan zet ik hem daar neer met twee lieftallige heren of dames die uitleggen wat het is. Dan betaal ik namelijk niet voor dat mensen ook allerlei andere toetsenborden gaan lopen kijken. Weet je? Precies. Dus, ja. Dat is het. Kijk, wat een beetje nog overbleef is die media. En ook daar mensen zijn ook vindingrijk geworden door de pandemie. Wij krijgen nu al 2 jaar lang onze presentaties gewoon hier op de PC. Nou, en sterk, werkt perfect. Ja, maar in de zin, wat er gebeurt, is dat er iemand in Amerika, een of andere developer of iemand van PR of weet ik wat, die zit daar en dan log je in en dan met een paar andere journalisten speel je online. Ja. Ik bedoel, om heel eerlijk te zijn, in de tijd dat wij nog de wereld overvlogen voor die shit, had ik al zoiets van, als we niet daar een camera mee hebben en we kunnen daar leuke content maken, dan is het niet meer de moeite waard. Want wat moet je nou 3 dagen in Los Angeles? En het klinkt, ik snap dat als je nog nooit daar geweest bent, hartstikke leuk. Maar je moet je voorstellen, je gaat daarheen, je wordt opgehaald van het vliegveld, je gaat naar je hotel, je kan douchen, dan ga je direct een presentatie in. Daar zit je de rest van de dag, probeer je wakker te blijven, wat amper lukt. De volgende dag mag je nog een keer de game spelen. Je bent 's avonds zo kapot dat je niet eens meer de deur uit kan. En vervolgens op de opdracht 3 kun je 's ochtends al direct met je taxi naar het hotel of naar het vliegveld en vlieg je terug. En beide keren zit je natuurlijk 11, 12 uur in een vliegtuig. Is dat de moeite waard? Nee. Dat is gewoon niet de moeite waard. En nog eens een keer. Op de E3 kon je een game 15 minuten spelen met moeite. Hier kunnen wij nu. Dus we hebben sessies van minimaal 3 tot 4 uur. Af en toe krijgen we sessies van, je krijgt 3 dagen toegang tot de code. Ja. Mag je zelf 's ochtends vroeg, 's avonds laat. Maakt niet uit. Het geeft je zoveel meer vrij. Dus het zijn allemaal pluspunten. Wat eigenlijk dan nog overblijft, wat jammer is, is het sausje, de jeu, het feit dat je met fucking, dat het is grappig om te zien, al die journalisten die ik dan ook ken, die we zijn tegengekomen, die zeggen allemaal van, ik snap het wel, E3 is dood, weet je wel, maar kut man, ik baal wel man, het was altijd zo gezellig elkaar te ontmoeten op die feestjes en je collega, dat is er niet meer. En de vraag is nu, is dat belangrijk genoeg voor publishers om dat nog te organiseren? Want ik vraag me nu ook af, die maand juni, gaan partijen nu op een gegeven moment denken, hè, en dan kijk ik ook een beetje naar zo'n PlayStation, wat heel eigenwijs daarin is, van juni, ik doe het gewoon in mei. En dan doe ik ook nog iets in augustus, weet je. Waarom juni? En dan is op een gegeven moment het E3 moment weg. Nou ja, en dat is de keerzijde van de medaille. Ja. Die beurs, fuck die beurs. Er was niets interessants aan die beurs. Die week in Los Angeles, dat is waar jij het over hebt. Ja. En dat is inderdaad dat, weet ik veel, een of andere uitgever gaf een feest en alle journalisten ontmoetten elkaar daar en alle roddels gingen daar rond. En dat is waardevol als journalist. Ja. Maar om heel eerlijk te zijn, ik denk dat de grote jongens dit zelf kunnen doen. Weet je, Microsoft, Sony, Nintendo, die kunnen zelf evenementen organiseren. De kleintjes gaan er grote moeite mee hebben. Ik weet dat Ubisoft bijvoorbeeld laten we zeggen, in de gloriedagen van Ubisoft, niet dat dat nou per se voorbij is, maar ze hebben op een gegeven moment echt hele sterke jaren gedraaid. En toen had je de Ubi Days, kan ik me herinneren. Nou, dat was 3 dagen in Parijs. En ja, ze hadden genoeg content om dat de moeite waard te laten zijn. Ja. Het was waarschijnlijk een hele dure productie, maar absoluut de moeite waard. En ik denk ook dat het goed was om de band tussen
die journalisten ja. en die uitgevers goed te krijgen. Probleem is nu, je hebt geen journalisten meer. Dus, nee. dus al die videobladen ja. en platformen en websites die je vroeger had, ja. daarvan is een fractie over. Ja. En om heel eerlijk te zijn, wij zijn een van die overgebleven van die laatste der Mohikanen. Maar wij draaien op premium. Ja. Met andere woorden, wij maken deze content voor jullie. Vroeger draaiden wij op sponsorinkomsten en advertentieinkomsten van die uitgevers en maakten die content eigenlijk, ja, het, ik wil niet zeggen dat we de content voor hun maakten, ja. maar die band was belangrijk. Die band is nu veel minder belangrijk, ja. omdat het, ja, om heel eerlijk te zijn, we kunnen toch wel over die game praten. En als we dat een week later doen, doen we het een week later. Ja. En alles staat op Game Pass. En wat de fuck maakt het nog uit? Vroeger, je krijgt geen vroege codes meer. Er is ook nog iets anders veranderd. En goed dat je dat aanhaalt. Het type media, ik noem het dan maar even media, wat erop afkomt. Vroeger was het waren journalisten. En journalisten, daar vielen afspraken mee te maken. Maar die werken ook iets anders. Ik bedoel, wij mochten eigenlijk 90% van de dingen die wij zagen, die we spelen, mochten we niet filmen. Dat was gewoon, ja. sorry, geen camera. Oké, geen probleem, want dan vertelden we er wel over aan plein publiek, gewoon voor de camera buiten. Hm. Je hebt nu te maken met influencers. Influencers die zijn vooral bezig met zichzelf te filmen. En op het moment als jij tegen een influencer zegt, ja, je mag niet filmen, je mag verder niks doen. Wat moeten ze daar? Wat moeten ze daar dan, weet ja. je wel? Die zitten veel liever thuis naar een livestream. Dan kunnen ze lekker hun eigen commentaar erover. Ja. Dus ook de media's van het. Dus al die argumenten bij elkaar zorgen ervoor dat de ESA een enorm probleem heeft. En dat op dit moment eigenlijk dan wat makkelijk kan afschuiven op Omicron. Overigens zit daar wel een klein mitsje aan. De CES is geweest. Ja. Las Vegas. Die was voor publiek. Vorig jaar hadden ze de 240.000, dit jaar 70. Bezoekers, ja. Bezoekers. 70.000 bezoekers. Ja, dus... Nee, vorig jaar ging het niet door. Nee, oké, okay, maar de keer vorig dat keer, het nog ervoor ja. was... Kijk, wat je nu ook gaat zien, en daar mag je alles over vinden... is natuurlijk ook dat heel veel journalisten misschien ook zoiets hebben van... ik voel me niet meer helemaal meer senang op zo'n hele drukke ruimte. Dus daar is ook wel, daar zijn ze best wel van geschrokken. Maar er zijn heel veel redenen. Ik bedoel, ook gewoon reizen. Stel je voor ja, dat nee. jij... Ik bedoel, ook je komt alleen in Amerika nog binnen als je al je prik hebt gehaald. Ja. Wat nou als jij een techjournalist bent die normaal gesproken daarheen zou gaan... maar dat niet heeft gedaan en er geen zin in heeft? Nee, ja, die heeft zoiets van... Weet je, fuck it, ik ga wel online kijken. Dus ik ga niet naar Las Vegas. Al die vragen, die maken er op dit moment dat publieksevenementen... ja, die gaan we gewoon heel lastig krijgen. En ook vanuit het optiek dat zelfs hardware... kun je tegenwoordig online eigenlijk de presentaties doen. Nou is de CES wel heel erg gericht op retail en media en wat minder op publiek. Ja. Het is vooral heel veel uit. Want je moet heel veel uitleggen over een toetsenbord, weet je. Dat is bij een game kan je kijken en dan zelf een mening met een toetsenbord moet je toch weten hoe dingen werken of een PC. Maar er gaat een hoop veranderen en ik ben heel benieuwd. Ik denk dat de ESA dit jaar wel een E3 gaat doen. Wat? Een online E3. En ik ben maar ik ben eigenlijk meer benieuwd wat gaan al die publishers doen? Nou, gaan die er omheen zitten? Ja, natuurlijk. Want het is laat ik zo zeggen, die producties van die evenementen, ja. dat kost tijd. Dus daar zijn ze al lang mee begonnen. Ja, ja, ja. En wat maakt het, laten we eerlijk wezen, wat maakt het uit? Dat je je online evenement in juni doet. Of misschien een paar weken eerder of later. Dus ze kunnen altijd kiezen om ergens anders te gaan zitten. Maar wat ik denk, en dat was eigenlijk mijn verhaal wat ik net niet afmaakte. De keerzijde van die medaille van het feit dat die grote jongens hun eigen ding kunnen doen. Ja. Is dat die kleintjes, die krijgen niet genoeg aandacht. En wat je blijft hebben, als je met z'n allen in dezelfde week gaat zitten. Dan krijg je ook met z'n allen een boel aandacht. Ook zeker. Online. Ja. Dus ik denk eerlijk gezegd dat ze daar gebruik van willen maken. En dat tuurlijk Microsoft, Sony en Nintendo kunnen zelf bepalen wanneer ze wat gaan doen. Maar de rest van het spectrum, die heeft er wel degelijk baat bij om in de omgeving van al die anderen te zitten. Omdat als mensen zoiets hebben van, hey, ik heb de Sony persconferentie gezien, dat was lachen. Ja. Morgen kijk ik Microsoft. Nou, weet je wat, ik ga nu even Ubi kijken en misschien nog Devolver en heb je dat gezien en weet ik wat. Dus het wordt een topic. Dus ja. Maar het WK voetbal is wel leuk, doordat er al een aantal grote teams meedoen. En dan kijk je ook naar die kleine teams. Maar dus als die grote teams weg zijn, ik ben het wel met je eens. Maar stel nou dat Sony, Microsoft, EA, Activision allemaal zeggen, we doen het allemaal op een heel ander moment. En de hele romp van de E3 wordt eigenlijk al die kleine bedrijven. Dan ga je gewoon heel veel kijkdichtheid missen. 100%. En nog een ander ding. Ik vond het EK niet leuk vanwege het gebrek aan publiek. En ik vond dat zo ontzettend fucking sfeerloos. Ja. Dat ik echt zoiets had van, nou weet je wat, laat maar zitten. Ik heb het ook niet gekeken, vond het ook verder echt helemaal niet leuk. Ja. En datzelfde speelt een beetje bij die beurzen. Tuurlijk. Dus als je niet die online component hebt,
hoe leuk is het? Kijk, laat ik zo zeggen. Als je een Microsoft persconferentie ziet, dan is daar publiek bij. Dat mm-hmm. is vibe. Dat is een voetbalwedstrijd. Ja. Weet je? Dat voel ik. Maar die stomme soort van... Ja, ik zit in met mijn webcam in mijn huiskamer. En ik ben de directeur van die en die. En nou, wacht, daar komt Bill Gates. En ook in zijn huiskamer. Die shit. Ja. Maar dat is sfeerloos. Nee. Dat is een voetbalwedstrijd zonder publiek. Nee. Nou, ik ben benieuwd hoe ze het gaan aanpakken. Ik denk dat we de komende... Ze zeiden dat ze al vrij snel met mededeling zou komen. Ik denk dat ze natuurlijk ook een beetje door de media die zei van... Dude, waarom zeg je nou waarom het niet doorgaat zonder dat je zegt wat er dan wel gebeurt? Want dan is het ook duidelijkheid voor iedereen. Ik denk dat ze op dit moment gewoon nog heel erg aan het puzzelen zijn. En vooral financieel gezien moeten nadenken of dit nog wel haalbaar is. Gaan we naar Ubisoft. Ubisoft, vorige week klein beetje... rare manier voor communicatie. De eerste tweet was Ubisoft die zei hello Xbox. Hi Xbox Game Pass. Nou, toen ging de hele wereld natuurlijk weer, hè, zoals we tegenwoordig werken. Xbox of Ubisoft Plus komt naar de Xbox Game Pass. Nee, Ubisoft Plus komt naar de Xbox via de Ubisoft service. Dat was tot nu toe alleen op de PC. Maar ik had wel zoiets, en dat zei ik al van, ik denk dat dit een voorbode is. EA heeft het ook een beetje zo gedaan. Eerst even checken of het werkt op de Xbox. Even kijken hoeveel mensen gaan er lid worden. En dan vervolgens komt het ook naar Xbox Game Pass. Ik zou het echt een gigantische overwinning voor Xbox vinden als ze dat voor elkaar krijgen. Ik denk wel dat ze daar flink voor gaan betalen. Uh-huh. Maar als je de hele back catalog van Ubisoft op Game Pass hebt, fucking fantastisch. Ja. En ik weet niet wat Ubisoft Plus is. Ik zou want dat is ook zo'n ding. Ja. Ik zou Ubisoft Plus never, ever, nooit, niet zou ik niet voor betalen. Dat vind ik niet interessant. Maar onderdeel van Game Pass, hey, fuck it, waarom niet? Absoluut. Ik wil deze discussie namelijk wat verder trekken. Wat er op dit moment aan het gebeuren is, dat het nu... Xbox Game Pass is aan het groeien. Xbox Game Pass heeft zich eigenlijk al meer bewezen dan heel veel critici, en daar behoren wij ook toe in het begin, hadden verwacht. Hè. Ze zitten nu zo rond de 20, 21 miljoen. Ik denk dat ze gewoon verder gaan groeien. En dan komt er een moment waarop je ziet dat hetzelfde gebeurt in televisieland. Ik bedoel, ik heb Netflix. Netflix blijft mij aanstaan. Dat verleng ik elke maand. En ik wacht dan de hele tijd tot ik 4 leuke dingen op Hulu vind. En dan ga ik weer een maandje Hulu nemen. En dan... Ja. Dus wat je gaat krijgen, en dan ben ik het met je eens. Ik wil geen Ubisoft, ik wil geen EA, ik wil niet die, ik wil niet dat. Ik wil er gewoon één hebben het liefst. En dan tel dat bij... de ontwikkeling op dat op dit moment heel veel games as a service worden. Ja. Waarbij je eigenlijk zo denkt van ik verdien niet meer aan mijn 60 euro of 70 euro. Ik verdien aan MT's, godverbeteren, NFT's, al dat soort shit. Dus ik heb belang bij zoveel menselijk in mijn game te krijgen. Dan is Xbox Game Pass is op dit moment gewoon heel erg fijn. Ja. Tot slot denk ik, maar dat is meer een wilde voorspelling van mij, dat Xbox binnenkort dit jaar gaat komen met een dongle voor je televisie. Dat je het gewoon in je tv doet. Voor die cloud shit. Dat het nog ietsje beter gaat. Dan kan je daar ook Game Pass mee krijgen. En dan denk ik eigenlijk, Ubisoft zou gek zijn als ze niet bij Game Pass gaan zitten. Als hun hele filosofie op dit moment is MT's verkopen, NFT's verkopen, games as a service. Ja. Dan moet je daar wezen. Dan heb je in één keer gewoon... Want helemaal terecht dat je dat zegt. Ik ga ook hoe leuk ik games van Ubisoft. Ik ga geen Ubisoft Plus nemen. Nou, maar het grote verschil is. Kijk, als jij besluit om, 4 weken Hulu te nemen of Amazon Prime. Want ik doe exact hetzelfde wat jij doet. Dan doe je dat omdat je een bepaalde serie wil kijken. Ja. Meestal een nieuwe serie. Ja. Maar wat zie je nou bij de Ubisoft Plus shit? Weet je, als er een nieuwe game uitkomt, die koop je. Ja. En als je voor oude games ga je never, nooit niet. Ik bedoel, ik zou dat serieus... Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Als jij een oude Assassin's Creed wil spelen... Ja, dan ga je die koop je fucking voor 10 euro op Marktplaats. Ja. Weet je, moet je dat dan... En anders dan... Ja, weet je, dan niet. Ik wil zo graag... Wie wil er nou heel graag een oude game spelen? Nee. Dus wat dat betreft denk ik... die servers hebben wel meer waarde. Mm-hmm. Maar ze hebben niet de actualiteit. Weet je, dus waar je Amazon Prime neemt van... Hey, fuck, er staat een nieuw seizoen van The Expanse. Wat moet ik zien? Weet ik veel, dat staat erop. Ja. Dan doe je dat. Maar dat zullen die services van die game-uitgeverij nooit hebben. Nee. Want die nieuwe games, die koop je. Want die weet je toch al dat je dat wil spelen. Ja. Dus ja, je hebt dat niet nodig op die manier. Het gaat wel heel interessant worden hierin. Want wat je nu gaat krijgen is... Stel nou dat Ubisoft eind 2022 dan... Of E3 kondigen staan dat ze ook naar de Game Pass gaan. Ik denk dat bijvoorbeeld een Square
een Take-Two die richting ook op wil. Ik bedoel, die hebben volgens mij niet eens een eigen platform. Zeker hoe meer dat service wordt, hoe meer NFT's, hoe meer MT's belangrijker worden. En dat is belangrijk. Als we sterker nog, ik denk dat die GTA remake, die dramatisch kutte GTA shit, dat die specifiek is gemaakt om te releasen op Xbox Game Pass. Dat zou ook nog wel kunnen. Want daar heb je San Andreas namelijk gratis. Ja, daar heb je inderdaad die game gratis. Sony heeft dan, wat ik zou zeggen, Ubisoft heeft ook aangekondigd dat Ghost Recon, nee wacht even, Rainbow Six Extractions en Rainbow Six Siege allebei nu ook op Game Pass bij launch, dus Extractions bij launch gratis daar te spelen zijn. Mm-hmm. En je zag in één keer een hele hoop backlash vanuit de Sony community. Die beginnen dit nu vervelend te vinden, want zij willen die game ook spelen en zij moeten $70 betalen, weet je wel. En als EA, die zit er al bij, en Ubisoft, straks een Activision of een Take-Two, dan wordt dat steeds vervelender voor Sony. Nee, maar ik vind sowieso, ik heb een hele discussie gehad laatst, wel of niet een PlayStation 5. Ja. En op het moment dat je een Xbox Series X hebt, heb je gewoon eigenlijk geen reden voor een PlayStation 5. Want er zijn nauwelijks exclusieve games. Ervan uitgaan dat je een PlayStation 4 hebt. Ik bedoel, want dan doe je het namelijk letterlijk voor Mike Morales, voor die shit heet. hoe heet het? Ratchet & Clank. Ja. En dan hebben we het wel gehad, weet je. Nou, sorry, maar dan gaat geen, wat betaal je tegenwoordig voor een PlayStation 5? 700-800 euro, weet ik veel. Ja, met de bundel. Als het je al lukt, inderdaad. Dat ga je niet neerleggen voor die twee games. Weet je? Misschien hoe leuk je ze misschien ook vindt, maar dat is niet de moeite waard. En al die andere titels, plus Game Pass en alles op Xbox, het is een killer propositie. Ja, ik denk dan ook dat Sony echt heel snel met die geluiden gaan ook trouwens hoor, dat ze met hun eigen Game Pass model komen met al die oude dingen, behalve dan daar weigeren ze aan mee te werken hun first party titels op dag 1 bij launch, want dat zou namelijk de dood zijn voor Sony, omdat ze daar verdienen ze toch het merendeel van hun geld aan en ze moeten consoles verkopen. Denk je dat het inderdaad in 2022 gaat komen? Nee, ik denk dat het. Ik denk ook dat Microsoft daar heel lang mee bezig is geweest om het uit te bouwen. Ik denk dat het technisch behoorlijk wat voeten in de aarde heeft om dat voor elkaar te krijgen. Los van de deals die je met al die publishers moet sluiten, waar Sony misschien helemaal niet goed in is, waar Microsoft misschien al jaren mee bezig is om die banden aan te halen en op de juiste manier te doen. Want dat zijn andere afdelingen binnen uitgevers. Weet je, dit zijn de salesafdelingen van uitgevers. Dit zijn niet de development. Want op development niveau hebben ze allemaal contact met elkaar. Dus dit, dat moet dan opnieuw worden uitgebouwd. De techniek moet werken. Sony's netwerk is altijd al, ik weet niet, ze hebben altijd capaciteitsproblemen. Ze draaien overigens op Azure van Microsoft. Ja, 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 ja. Dat is natuurlijk win-win voor Microsoft. Win-win, inderdaad. Dus Microsoft wint sowieso. Maar nee, ik denk dat het langer duurt. En Sony staat met de rug tegen de muur, want ze hebben een console gelaunched die niet in de winkels ligt. Die chiptekorten, dat gaat nog. Ja, 2023. Ja, hou op man. Ja. Het wordt nog jaren gaat dit duren. Dit heeft gewoon te maken met inflatie en de disruptie van supply chains die je ziet, die hoort bij inflatie. Ja. Weet je, ik bedoel, als die dingen al gemaakt worden, hè? Ik bedoel, als een chip al gemaakt wordt, om dat naar Europa of naar Amerika te verschepen of spullen, die prijzen vanuit China zijn door het dak gegaan. Ja. En dat betekent dat iedereen is met elkaar aan het concurreren met de overgebleven ruimte aan boord van die schepen, weet je, in die containers. Dus dat is, het is gewoon, alles wordt zo fucking duur. En je kan het, je kan het niet allemaal gaan verhalen op de consument, want dan kopen ze het niet meer. Nou ja, dat zie je nu gebeuren. Dat, ik bedoel, Sony heeft gewoon grote moeite om die hele boel overeind te houden. Ja. En ze zeggen dat de meeste consoles ooit bij een launch zijn verkocht. Ik weet niet, inmiddels zijn we 1,5 jaar voorbij de launch. Die shit ligt niet in de winkel. Dat is gewoon nog nooit eerder vertoond. Ik geloof geen moer van hun verhaal dat er zoveel verkocht wordt. Ze hebben het ook wel ze stellen het ook wel bij dat ze hun aantallen niet halen op dit moment. Gewoon inderdaad, ik bedoel, nogmaals, als het er wel was, de voorraad, dan hadden ze dat ook zeker gedaan. Want dat ding is buitengewoon populair. Alleen, ja, dat is er gewoon niet. En dan kom je inderdaad in de knoei. Het wordt een hele spannende tijd aan die kant. Omdat Microsoft zit op een heel ander pad waarbij hardware niet eens nodig is. Want je zou ook nog kunnen zeggen van, Xbox, man, die is toch veel minder populair. Ja, maar je vergeet PC. Hè? PC is massive populair. En dat is ook Game Pass. Dus ja. Ubisoft is heel erg goed op consolegebied. EA is heel goed ook op consolegebied. Op PC hebben ze het misschien wat lastiger. Ja. Dus die hulp kan erbij gebruiken. Dus ik ben heel benieuwd. Ik denk dat Ubisoft dit jaar
nog gaat aankondigen dat het naar de Game Pass gaat komen. Gaan we naar een ander PlayStation onderwerp. Dat is een tweet. Die had ik al eerder deze week gestuurd van Jeff Ross. Jeff Ross is de maker, de grote man achter Days Gone. Even het verhaal vertellen. Vorige week, of het kan ook een week daarvoor zijn, kwam Sony met een juichende persbericht waarin zij zeiden Ghost of Tsushima, toppie, 8 miljoen verkocht. Wat een wereldgozers zijn dit. Waarop Jeff Ross zei, ja maar wacht even. Ik bedoel, ik heb, en hij zegt 10 miljoen, daar ga ik straks wat over zeggen. Ik heb nou inmiddels bijna 10 miljoen zijn er verkocht van Days Gone. En ik heb altijd het gevoel gehad dat we een teleurstelling waren. Want er mag geen vervolg komen. Nooit een keer zo'n tweet van toppie. Ja, hoe zit het nou? Nou, even voordat jij er wat over mag zeggen. Mensen hebben nog gevraagd van hoe kom je nou aan die 10 miljoen? En daar moest hij dan toch wel eerlijk zeggen van oké, ik weet dat er 5,2 miljoen is verkocht. Daar kun je aan zien hoeveel achievements zijn behaald. En inmiddels zijn er dubbel zoveel achievements behaald. Dus ik ga ervan uit dat. Het is een klein beetje een aanname van hem. Ja. Maar ik vond het ook wel vreemd. Het kan ook de invloed zijn van Herman Hulst. Want ik weet dat Jim Ryan ervan uitgaat. Die zei eerder ook van voor ons moet zo'n game tussen de 10 en 20 miljoen gaan verkopen. Dan doen we het goed. En ik denk dat Herman Hulst misschien heeft gezegd. Wacht, ho, weet je wel. Laten we het een beetje realistisch houden. Weet je, ook met die aantallen PlayStation 5 die er zijn. Laten we nou niet te negatief gaan zijn over onze eigen titels. En hup, Ghost of Tsushima, toppie. Goed. Ja. Ik vind het nog steeds zonde. Het enige wat je zou kunnen zeggen is dat de critics waren positiever over Ghost of Tsushima dan Days Gone. Aan de andere kant, het is een zeer goed verkopende titel op dit moment. Ook in de tweedehandsmarkt. Heel veel mensen die het spelen op dit moment. Maar wacht even, dus ja. Laat me even losgaan. Ja, ga vooral los. Kijk, Days Gone had een dramatische launch. Ja. Dit game was buggy as fuck. En ik denk dat daar de pijn zit. Sony was not fucking pleased toen deze game gereleased werd. Hoe komt dat? Dat heeft te maken dat Band Studios op dat ogenblik geen eigendom was van Sony. En volgens mij nog steeds niet af. Volgens mij is Band Studios inmiddels ingelijfd, maar is iedereen weg. Nou, whatever. Ik weet het eigenlijk niet. Ze zijn bezig met een nieuw IP. Ja, inderdaad. Maar in ieder geval, op dat ogenblik zag je dus dat je die klassieke deal had, waarbij Sony zegt van het moet dan en dan uitkomen. De game is niet klaar. Waar een first party titel nog wat slack krijgt, of een first party developer slack krijgt, daar werd hier gewoon kaart gezegd van nee, dan en dan moet af zijn. Nou goed, anyways, die game was niet af. Buggy as fuck. werd gesloopt in de pers. Ja. Dat heeft, ik denk, 5 miljoen stuks gekost in de verkoop. En ik denk dat Sony dat nooit vergeven heeft. En het ironische is dat die game is gefixt. Ja. Die game is nu ontzettend goed. Ik heb hem nog een keertje helemaal doorgespeeld, niet zo lang geleden. Want jij sabelde hem ook neer in het begin. Ja, omdat hij technisch gewoon vreselijk. Het was niet te doen. Je kon een missie spelen van een half uur en dan crashte je game. Dan was je alles kwijt. Ja, klopt. Nou, onvergeeflijk. Maar goed, toen dat gefixt was, bleef er eigenlijk een hele goede game over. En dat is later herkend door de community. Want zoveel hele goede zombie games heb je niet. En zeker die verhalende zombie games zoals dit. Het was bijzonder. De game zag er ook al ontzettend goed uit in de repolished mode of de director, weet ik veel. De wat voor editions het ook noemen. Op PC ook. Game ziet er geweldig uit. En dan denk ik gewoon van ja, deze studio is afgerekend op een buggy launch. En het is niet terecht. Want ik vind juist binnen Sony zijn, het zou kunnen dat er nog iets anders speelt aan, maar ik vind eigenlijk binnen Sony's portfolio mist heel erg zo'n soort game. Zeker nu je ziet dat The Last of Us zo een soort van politieke linkerkant op is gegaan. Dat ik denk van ja, weet je, heel veel mensen trekken dat niet. Zeker niet de zombie-liefhebbers, wat toch vaak wat oudere klassieke filmfreaks zijn die met hun baard games spelen. Die hebben zoiets van, nou, dat hoeft voor mij niet. Evenwicht gewoon in je portfolio. Wat blijft er over? Niks, weet je. Dus deze game, Days Gone, had dat wel. En ik denk eigenlijk bij gebrek aan games op die eruit komen in deze dipperiode, doet Days Gone het hartstikke goed. Ik denk ook
persoonlijke dingen kunnen ook altijd meespelen. Dat klinkt heel erg raar, maar juist zo'n Jeff Ross is een uitgesproken iemand die zich al behoorlijk vaak heeft laten horen. Ja. Het zijn allemaal egootjes daar, dus als Jim Ryan op een gegeven moment zoiets heeft van die, wat een eikel is dat, dan kan zijn marketing afdeling nog zeggen, hey, zullen we hebben er 700 miljoen van verkocht, zullen we wat doen? Dan zegt hij, fuck die gast, nee. Ja. Ik heb gewoon geen zin in. Dat zou ook nog kunnen spelen. Het is wel jammer. Het zijn allebei hele vette games. Ik snap zijn teleurstelling. Wat je hier eigenlijk ook ziet, is gewoon iemand die echt heel erg gefrustreerd is. Ik weet niet eens of hij nu nog bij Blend zit of nee, zo. Nee, hij is echt er. Hij is, ja, weet je, hij is gewoon tot op het bot gefrustreerd. En ja, dat ventileert hij. En of hij het nou wel of niet moet doen. Ik denk dat het goed is dat hij dingen aan de kaak stelt. Ik vind het ook goed dat dan journalisten weer gaan uitzoeken of hij dan met die aantallen gelijk heeft. Dat is sowieso heel moeilijk, want die aantallen zijn nooit duidelijk. Het is altijd... En Sony is er gewoon niet duidelijk over. Nee, ook. Dus klein polemiekje daarin. Tot slot heb ik nog een... vind ik leuk. PR, marketing. Hoe prijs je je game aan? Je moet iets vinden, iets noemen waarvan gamers denken, holy fuck, is dat zo? Oh, dan moet ik hem hebben. Heel vaak ging het ook over de lengte van een game. Dat als je game te kort was, dan gingen mensen al meteen bug wild. Nou, wat dacht de mensen van Techland? Dying Light komt uit. Ik kijk daar heel erg naar uit. Zombie game, verhalend. Dying Light 2. Dying Light 2, Stay Human. Die gooit er een tweet uit. En die tweet die kunnen we even zien. To fully complete Dying Light 2, Stay Human, you'll need at least 500 hours. Almost as long as it would take to walk from Warsaw to Madrid. Nou, zijn 500 uur heb je nodig om deze game helemaal uit te spelen. 80 uur om om de main story uit te spelen. En dit backlash is zo enorm dat heel veel mensen hadden van, jezus, ik krijg het al Spaans benauwd, man. Wat een 500 uur, wat. Ik heb ook nog andere maar goed, dingen. Dat zijn alle achievements natuurlijk. En dat snap ik ook wel, maar het net als met mensen zijn nog steeds gewoon, en ik ook, van boos tussen aanhalingstekens op Ubisoft. Waarom is fucking Assassin's Creed Valhalla zo lang, weet je wel, met bullshit die je moet doen om uiteindelijk gewoon toch nog het eind te halen. Maar daarom, dat vind ik ook het flauwe hier. Oh, een soort man. Van het als iemand zegt, ik heb een film gemaakt en die film die duurt 8 uur. Ja. Weet je nog de West Side Story? Zo'n film die je ouders dan wou dat je dat ging zien. En toen gingen we naar de bioscoop, fucking 4 uur. Ik dacht, what the fuck gebeurt hier? En, maar goed, weet je, als iets echt goed is, dan maakt het niet uit hoe lang het duurt. Nee, dat is ook zo. En dat is het probleem hiermee, dat je, het is wat Ubisoft deed met Valhalla inderdaad, dat die onzin, weet je, ik vond dat Kojima daar ook een handje van had, weet je, gewoon rekken met eindeloze monologen en cutscenes en weet ik veel. Ja, als ze dat hier hebben gedaan, ja, dan is die game is al klaar, hoor. Nee, nou, en kijk, wat je nu krijgt, doordat er we slechte voorbeelden van hebben gehad, heel veel van dit soort games, die zijn tedious lang en je wil gewoon het einde halen. Simon, onze oude Gamekings, die zei ook van, dude, als je wil dat ik je game niet ga spelen, moet je dit roepen, weet je. Ja. En dat heb ik ook. Ik kijk ontzettend uit naar Dying Light, want ik hou ook van zombie games. Het is verhalend, in die wereld vind ik mooi. Parcours weet ik niet helemaal, maar het lijkt me tof. En dan hoor ik ineens van, 80 uur? Ja. Moet ik 80 uur gaan spelen? En ik ben namelijk niet een hele snelle gamer, dus dat is bij mij al zo alweer 100... Nou, maar dat ga je niet doen. Ga je gewoon niet doen. Wat ga je daar een maand lang met je? Kijk, als het echt heel goed is, speel je met Lee. Ik heb meer uren zitten in misschien wel. Nee, ja, maar dat games. Is het. Maar dan is het mijn keuze. Ja, daarom. Maar dat is daarom op deze manier. Ze zeggen niet van je mag 50 uur of 100 uur spelen. Nee, 500. Ze zeggen gewoon van dit moet je doen om hem uit te spelen. Ja. Sorry hoor, maar. Is dat niet je uithangbord? Luister, als ze me 150 euro per uur betalen, speel ik die fucking shit wel uit. Weet je, maar dit voelt als werk. Nee, dus ik ben heel benieuwd. Heel veel negatieve reacties hierop. Allerlei memes hebben ze er weer van gemaakt. Dat weet ik allemaal. Ik denk dat het niet de bedoeling is geweest. Ja, ook weer hoe hier de industrie mee omgaat. Ik snap het als een game. Iemand had een hele leuk een soort van poster gemaakt van een game die korter is dan 5 uur, kut. 10 tot 15 uur, 10 tot 20 uur, toppie. 500 uur, fuck die shit. Weet je. Dus ja, wat is nu, wat moet je nu wel of niet? Nee, je moet gewoon een goede game maken. Je moet een goede game maken, ja. Weet je, ik bedoel, no way in hell dat zij 500 uur aan interessante content hebben gemaakt. Ja. Dat kan gewoon niet. Nee, dus, dat denk ik ook niet. Het is oeverloos rondlopen. Het is oeverloos rondlopen. Dus wat dat betreft, een game waar je oeverloos in kunt rondlopen, niet zo heel erg in geïnteresseerd. Nee, en bovendien jongens, hey,
dan je hebt DLC, je kunt dingen uitbreiden wanneer je wil. Dat kan je toch ook doen? Geef mensen dat zullen ze ook doen. Geef mensen een behapbare game die je gewoon binnen een aanvaardbaar, binnen een week, anderhalf week. Maakt niet uit, maar die tijd voor, het doet er niet toe. Nee. Het moet gewoon leuk zijn. Ja. Het moet gewoon een goede game zijn. Het verhaal, de spanningsboog, dat moet goed in elkaar zitten. Ja. En dan, weet je, als dat goed, als dat 500 uur lang goed in elkaar zit, fuck it, maak het 500 uur ook goed. Wij zijn maar, er wel een beetje, weet je nog wat, wij zijn er eigenlijk een beetje schuld aan. En dan bedoel ik meer journalisten. Weet je nog, altijd die fucking, dan ging je naar een presentatie toe of op de E3 en dat zat altijd weer zo kut journalist die altijd how many missions does this how long does it take to end the game, weet je, altijd ja, dat vraag van hoe lang duurt het, weet je, van en daardoor is het gekomen dat mensen bang zijn van oh fuck, mijn game is te maar, kort. Maar dat is, dat hebben wij nooit hardop uitgesproken, maar ik tussen jou en mij, ja. Ik bedoel, jullie moeten even niet meekijken, zet helft je boksen uit, maar gamejournalisten behoren tot de allergrootste sukkels op aarde. Dat, ja. Dat is echt niet normaal. En al vanaf onze eerste persstrip wisten we dat al. Ja. Echt serieus, het is heel erg moeilijk om gamejournalisten te vinden, collega's te vinden, die gewoon oké zijn. Ja. En waar je gewoon een biertje mee kan drinken, waar je mee kan hangen. Dat is echt fucking zeldzaam. Ja, ze gaan wel heel erg diep in de materie, op een manier die eigenlijk helemaal onzinnig is. Inderdaad. Ik kan je verhalen vertellen waarvan ja, nee, je weet hallo. Ze allemaal wel. Ja, maar, precies. Jezus Christus, weet je, ik wil het niet eens. How many polygons? Ja, ja. Fanny, ik moet vragen stellen, dus ik ga me echt domme vragen stellen. Maar volgens mij hebben we dat in een item gedaan. Ja, was een guy, we zijn ooit naar een XO2-evenement geweest. Ja, die was er altijd. En dat was in Spanje ergens. En er zat een guy, en er zaten zeker 150 journalisten. En er was een guy en die vroeg, how many polygons are there in the game? En toen echt met een dom Duits in een dinosaur of zo. En je zag die developer echt kijken. Ze van, jezus, kan wat maakt het uit? En toen was Dre, die stak zijn hand op en die vroeg, het was een van de dinosaurus game. How many dinosaurs are there in the game? Met hetzelfde domme accent. Ja. Ik moest heel hard lachen, omdat het overduidelijk gewoon bullshit was. Maar je hebt gewoon heel veel van dat soort gasten gehad in die games. En ik eerlijk gezegd, het zijn vaak nu techjournalisten geworden. Heel af en toe zie je... Of ze hebben een YouTube-kanaaltje. Ja, maar dat zie je dan weer niet. Want dat YouTubers zijn echt een ander volk. Dat zijn niet zulke ontzettende pannenkoeken. Maar nou goed, oké. Ja, nee, nou goed, voordat we de hele... Ja, goed, we gaan toch niet meer op trip. Dus we komen ze toch niet meer tegen. Daarom. Hey, maar goed, bam. Okay. Hatsa. Jongens, volgende week weer een nieuwe piepshow. Yes.